Hey iedereen, welkom opnieuw bij een gloednieuwe weervideo van Noodweer Benelux. Mijn naam is Nicolas en we gaan jullie onmiddellijk bij de haren grijpen. Er is op dit moment een severe winterstorm in het zuidoosten van Europa. Jawel, dat is de streek waar het in de zomer 35 tot 40 graden is. Nu in de regio, de Balkan, Griekenland, Turkije, valt er een pak sneeuw. En met een pak, mensen, dat mag u letterlijk nemen. 10, 20, 50 centimeter sneeuw. Ik zeg dan holy pepperoni. Waarom lukt het hier in de Benelux niet? Waarom krijgen we hier mist, veel bewolking en geen structurele winterprik? Ja mensen, ik weet het eigenlijk ook niet allemaal meer. Dus hier in deze weervideo tractatie van een aantal spectaculaire beelden in die regio daar. En als we 500 duimpjes halen op deze video, dan ga ik deze week een extra video droppen op dit YouTube-kanaal. En dat heeft alles te maken met sneeuwkansen eind januari, begin februari. Dus wil u dat zien, mensen? Laat even een duimpje los. En straks de polvraag in de video, die moet ik ook nog aan bod laten komen. Nu goed, op korte termijn, op onze website noodweer.be kan u het weerbericht zien. En ja, zie ik niet meteen winters weer in de vorm van sneeuw. Wel een beetje vrieskou in de nachtperiode, maar dat zou maar moeten mankeren in januari. Ja, goed, we gaan naar het eerste videobeeld. Aan alle mensen die niet zo goed tegen sneeuw kunnen uit andere landen, dan zou ik zeggen, ja, verlaat de video maar. Verlaat die maar, want het gaat pijnlijk worden. Hier, Acropolis, Griekenland, alsjeblieft. Daar loop je dan in de regio waar het in de zomer gemakkelijk 35, 40 graden wordt. Daar valt op dit moment wit goud. En dan, ja, ben je toch een beetje sprakeloos. We gaan er nog eentje bovenop doen. Luc, die woont in Griekenland, veronderstel ik. En Luc, zonder het beseffen, man, heb je een prachtige foto gemaakt. Alles mooi onder een wit laagje goud. Ja, een sneeuwtapijtje van ettelijke centimeters. Maar dan, mensen, ja, save the best for last. En die heb ik klaar voor jullie. Alsjeblieft. Hoppa. Dit zijn beelden uit Griekenland. U gelooft het nooit. Er valt daar dus sneeuw. Alles is mooi berijpt. De bomen die zijn next level gekleurd. Ja, mensen. Wie die nu kijkt, zou dit heel graag even zien in de Benelux. We gaan dat doen, we gaan dat even polsen met een score. Dus als u deze video uitgekeken heeft, dan mag u even op 10 een score loslaten. 0 op 10, dat zijn de anti-winterliefhebbers die willen dit niet zien. 10 op 10, dat is een winterliefhebber in hart en nieren. En u mag van mij er ook eventjes over gaan. U mag een 15 geven ook. Voilà. Dus wie het ziet zitten, nog in februari, een beetje winterweer, 0. Liever niet, 15 op 10. Ja. We zullen zien in de reacties wat er gebeurt. We gaan naar die setting. Weermodelgewijs, mensen die mijn livestreams volgen op woensdag en zaterdagavond, 8 uur ondertussen, u weet het, ja, die wisten al wat er op weg was naar Zuidoost-Europa. Ik had een grote spoiler gedropt. Dat het daar ging losgaan. Met sneeuw en vrieskou. En wat zien we vandaag? Ja, we zien dat daar. Nu, wij, de Benelux, wij staan geparkeerd onder die hele grote letter hier. Hoge druk, high pressure, rustig, stabiel weer. In het zuidoosten van Europa, daar zit een lage drukgebied gevuld met zeer koude lucht. Nicolas, wat zeg je allemaal? Koude lucht in de hoogte. Verklaar dat nader. Dat komt aan de beurt, mensen. Zo meteen. Maar dat is dus eigenlijk de situatie op het Amerikaans weermodel voor 24 januari. Lage druk Zuidoost-Europa en hier West-Europa onder hoge druk. Ook de Azoren hoge druk. En in Scandinavië, daar is er in het hele uiterste noorden heel veel wind. Maar ja, voor onze contrain, voor ons West-Europa, anti-winters, ongelooflijk. Gaat dat veranderen, Nicolas? Wel, als we die 500 duimpjes halen, dan mag ik deze week iets vertellen wat ik weet op dit moment. Wat weet je, Nicolas? Ga je het ons zeggen? We zullen zien, hè, jongens. Goed, en dan gaan we hier naar de hoogtekaart. 850 hectopascal. Heel moeilijke term, simpel gezegd. Dit is een kaartje die de temperatuur meet op 1500 meter. Nu, u ziet ongeveer ook dat hoge drukgebied hier zitten nabij de Azoren. En hier zit dat severe winterstorm verhaal. Die ernstige sneeuwdepressie, een sneeuwstorm op sommige plaatsen. Als je daar beelden ziet, blizzard conditions en zo. Je zou bijna denken dat je in het noorden van Amerika zit, maar vergis u niet, Zuidoost-Europa. Op enige hoogte, 1500 meter, 1,5 kilometer, is het daar snipverkouden, min 12, min 15 graden. Ja, in combinatie met de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee is dat vragen in Griekenland, de Balkan, Turkije om problemen. Ja, problemen. Nu, wij in de Benelux zouden dat niet zien als problemen. Ja, misschien net wel, 20, 40 centimeter sneeuw is wel veel. Maar de winterliefhebbers toch niet. Dus dat verklaart die winterprik met allure. Hè. Het is echt een pittig ding. Nu, als u deze setting wil zien op een ander kaartje, ik heb het even voor jullie geïllustreerd. Wij zitten hier, sneeuw. Nee, Nicolas, geen sneeuw. Ook de UK, super triestig. Frankrijk, Spanje. Super triestig. Geen sneeuw in Spanje. Want dat kan ook, mensen. Ja, daar is het in de zomer ook 40 graden. En in Sierra Nevada in Spanje kan het ook sneeuwen. Zelfs in de lager gelegen gebieden, nabij Madrid, kan het ook sneeuwen. Waar valt de sneeuw dan wel? Hier, Rusland. Opbouw sneeuwdek, check. Moskou, daar zitten ze lekker in de sneeuw te ploeteren. Hier in Turkije. U gelooft dit kaartje nooit, hè, maar u moet maar even kijken op de schaal. Daar ligt op ruime schaal 25 tot 75 centimeter sneeuw. Ik weet dat er heel veel van jullie kijkers nu zoiets hebben van... What? Nicolas? Serious? 75 centimeter sneeuw? Ja, dat is ook wel vrij logisch, want de gebieden daar liggen iets hoger dan de Benelux. Maar ook in de lager gelegen gebieden valt er sneeuw. En dan is het niet een klein beetje... 5, 10, 15 centimeter sneeuw. Ook in de buurt van Antalya en zo verder in Turkije is het prijs. Ja, prijs. Nu, is de volgende winterprik op weg richting Turkije? Ja, 1 februari, dit is de weerkaart. We hebben hier high pressure ten westen van Europa. En we hebben een nieuw lage drukgebied. Die komt opzetten met polaire lucht uit het noorden. En u ziet de Benelux nog net daaronder liggen. Nu, ik ga geen spoilers verklappen. Ja, daarvoor moeten we even de 500 duimpjes aantikken op deze video. Of misschien 200 reacties, dat is ook goed. Maar er is wat mogelijk. Er is wat mogelijk. En zeker voor de mensen die richting de Alpen trekken. Ja, daar gaat deze configuratie op de weerkaarten zorgen voor heel veel sneeuw. 50 tot 100 centimeter sneeuw. Noordstauw. Kans op lawinegevaar. Dus alle toeters en bellen erbovenop. Met deze setting ook in Italië. Kans op sneeuwbuien. Zeker in de Apennijnen en zo verder. De hoge gelegen gebieden. En als dit hele rommelboeltje met sneeuw doortrekt richting de Balkan, Griekenland, Turkije, dan krijgen ze daar in Zuidoost-Europa ronde 2. Ongelooflijk. Nu, ja, Nicolas, misschien wil je ons toch een tipje van de sluier lichten. Wat zie jij op dit moment al voor de Benelux? Ja, mensen, ik hou me aan mijn woord. Ik ga dat nog niet doen. Maar wat ik wel ga doen, is jullie even, warm maken, of koud. Nee, laten we het houden op warm. Hier zien we sneeuwhoeveelheden voor de Alpen. Zwitserland, Oostenrijk. 150 centimeter sneeuw tegen 1 februari. 1,5 meter sneeuw in die regio's. Zijn ze dat daar gewoon? Ze zijn daar best wel wat gewoon wat sneeuw betreft. Maar als dit letterlijk uitkomt, ja, dan gaan er sowieso weer... kans op lawines, dat gaat zeker groeien. Ook skiliften gaan waarschijnlijk sluiten als dat gecombineerd is met heel veel wind uit noordelijke richtingen. Ja, zeker op hoogte kan dat echt zwaar uithalen. Orkaankracht zelfs. Een 100, 120 km per uur. als dat een actieve stormdepressie wordt. Dus ja, dit lijkt behoorlijk wat op noodweer voor de Alpen. Dus dat moeten we zeer goed monitoren, maar dat komt sowieso deze week op onze website. Noodweer.be komt er een nieuwe blog online. Goed jongens, bent u nog steeds aan het kijken naar deze weervideo? Schitterend, dan bent u een die-hard winterliefhebber. Wel, laat even een blauw duimpje los op de video. 500 ongeveer, halen we dat, dan komt er een extra one. En ja, laat in de comments even weten, wat is de grootste hoeveelheid sneeuw die je al hebt meegemaakt? En vooral, ja, mag er sneeuw komen naar de Benelux? 0 op 15 zeker, of 0 op 10 was, nee liever niet, 15 op 10 was, ja Nicolas, u gaat dat bestellen in februari. Was het maar waar, beste weervrienden. Tot heel snel in een gloednieuwe weervideo. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik alvast wel. En ja, als ik jullie niet meer zie, tot woensdagavond, 8 uur in een nieuwe livestream. Bye bye.